Weet je wat mij nou zo graf erger irriteert? Games. Ja, ik zei het weer. Ze kunnen je meenemen naar mooie plekken. Verdwaling, kastelen, grotten, tempels. Alles wat je nodig hebt om 3 uur 's nachts. Maar heb je jezelf wel eens gerealiseerd dat het betreden van deze plekken en het vinden altijd veel makkelijker is dan eruit komen? Zelfs als je een simpele arbeiderswoning betreedt in het midden van je horrorgame. Je ziet 20 lijken om je heen liggen en een geest probeert met je te paren. Maar no way dat jij die deur open krijgt om eruit te gaan. Fuck die shit, waarom kan ik dat raampje niet ingooien? Ik wil eruit! Bestaat dit uit vuistwerend glas? In P.T., de beste horror-demo-game die ooit is gemaakt, liep je rondjes in dezelfde hal. En ik moet zeggen, als ik vannacht naar de wc moet en ik merk dat ik al 6 keer dezelfde lamp ben tegengekomen, zonder opluchting, en ik voor de 3e keer dezelfde deur open, dan ga ik toch echt een raampje ingooien. Naakt of niet, ik zie mijn schoonmoeder al 1 keer per jaar en dat is genoeg. Die heb ik niet nodig achter mij terwijl ze rondspookt. Ik moet hieruit. Het domste win ik van die tempels die vol lopen met water. Mooie kamer, maar steeds meer komt dat water omhoog. Je krijgt geen lucht. Je kijkt naar boven en je ziet duidelijk lichtgaten. Dus gaten waar licht doorheen komt, vaak van de buitenwereld. Maar nee, de game wil dat je duikt naar een soort stenen deur die je moet intrappen. Hoezo drijf ik niet? Ik besta 99% DNA van een otter. Eet jullie geen moslimbad? Ik kan drijven. Ik kan zo naar dat gat en er naar buiten. Maar het is weer tijd om een mooie steen te zoeken. En voor jullie om te abonneren en natuurlijk de vraag van de week te beantwoorden. Welke game is zo eng dat je hem nooit meer wilt spelen? Bij welke game wil jij dat raampje intikken?